Het Logistiek Totaal videojournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Nedcon, Unicarriers, Safwa en SSI Schaefer. Magazijninrichter Nedcon richt zich tijdens de logistica nog sterker op de trends en denkt actief mee met de klant. Dit blijft niet bij woorden alleen. Op de beurs laten we ook zien hoe wij meedenken met onze klanten. En hier gaan we op deze beurs laten we zien ons nieuwe testapparaat. Waarmee we heel gecontroleerd testen kunnen uitvoeren. Maar niet alleen op onderdelen, maar op het hele systeem. En wij hopen daar eigenlijk op deze manier te laten zien dat we met de onderwerp bezig zijn. Maar ook met klanten in contact te komen. En dat ze gaan ons uitdagen om hun veiligheidsprobleem met ons te bespreken. Zodat we die daar een gesprek over kunnen voeren, maar ook klantspecifiek misschien testen kunnen of uitvoeren en daarmee oplossingen kunnen aandragen voor onze klanten. En in feite laten we hier zien wat de impact is van de rietstruck, de aanrijding op een staander en op een beschermer. En hier spelen we dus in op een van de meest voorkomende problemen binnen een magazijn als het gaat om schades en veiligheid. Er zijn heel veel meer trends in de markt. Iedereen praat natuurlijk over e-business, maar een trend die we ook zien en waar wij in onze ontwerpen steeds meer rekening mee houden, gevraagd, ongevraagd, is dat de voorspelbaarheid van de goederenstroom minder wordt over de komende jaren. Dat is één. En twee, dat ook eigenaren en directeuren steeds minder zin hebben om te investeren in magazijnstellingen. Je ziet al binnen de markt van voorkeftrucks, voor gebouwen, dat lease en huur daar in gebruik komt. En waarom niet voor magazijnstellingen? Dus waar wij ons ontwerp rekening mee houden is hergebruik. Dat is belangrijk voor logistieke dienstverleners. Ga klanten weg, veranderen producten, dat je toch die magazijnstelling met misschien hele kleine ingreep weer kan gebruiken. Een andere is dat het misschien verplaatsbaar wordt. En dat het schaalbaar is als de vraag verandert. Dat betekent voor onze klanten duurzaamheid, als je dat kan bieden. Twee, bij Nedcon ben je al gegarandeerd van de hoogste restwaarde. Maar het creëert alleen nog een hogere restwaarde wat investeringen makkelijker maakt. En niet onbelangrijk dat als je hergebruik verplaatsbaarheid realiseert, dat ook andere financieringsvormen mogelijk worden voor onze klanten. De logistica is van oudsher een echte contactbeurs. Maar is dat nu nog steeds zo? We vragen het na. Ja, absoluut. Ja, natuurlijk, menselijk contact, dat is stap 1. Daarnaast hebben we allemaal informatiezuiltjes bij alle trucs staan met heel veel informatie over bijvoorbeeld de opties rondom besparen, rondom veiligheid. Maar we hebben ook, ik noem het maar, een grote iPad. Die is 4 meter lang. Het is één groot touchscreen en daarop zie je in feite een magazijn afgebeeld met allemaal verschillende drukpunten. En als je daarop drukt, krijg je meer informatie over wat je op dat moment, die fase in het proces, allemaal kunt doen. Als er iemand uitpakt in Utrecht, dan is dit wel SSI Schaefer. Wat kunt u dit jaar verwachten? We laten zien wat we altijd laten zien. Dat is een stuk automatisering, dat zijn onze traditionele stellingen, magazijninrichtingen die we hebben, kunststofbakken die we hebben, de traditionele verrijdbare stellingen die we hebben. Eigenlijk het hele gamma wat we in ons programma hebben laten we zien op die logistica. Het is ons erg belangrijk om aan onze klanten te laten zien wat we allemaal in ons mars hebben. Gelukkig kennen ons, een heleboel mensen kennen ons inmiddels al, maar er zijn nog heel veel mensen die ons niet kennen en die willen we natuurlijk heel graag hier ontmoeten en laten zien wat we allemaal kunnen. En ik moet je zeggen, we hebben natuurlijk de laatste tijd erg geëxpandeerd. We hebben wat bedrijven zijn erbij gekomen, onder andere firma Motum met zijn AGV, aangedreven vorkheftrucks en rietstrucs en dergelijke. Heel interessant, moet je straks eens even gaan kijken. Maar wat we op dit moment ook heel erg in het focus hebben, zijn onze klanten die we zeg maar 10, 15, 20 jaar geleden hebben ingericht met traditionele magazijninrichtingen, een beetje legbordstellingen, een beetje palletstellingen. En die mensen komen op dit moment op ons af en die vragen ons allemaal naar een stukje mechanisering. Nou, dat kun je doen met de traditionele rollenbanen, dat kennen we al wel. Maar inmiddels hebben we een autocruiser systeem, is wat rustiger van aard, maar daardoor aan de andere kant ook weer wat voordeliger van aard. Dan hebben we natuurlijk onze kledinghangbaansysteem, inmiddels al bij diverse klanten hier in Nederland ingericht. Ook vanuit dat e-commerce gedachte. De snelheid van leveren is heel belangrijk tegenwoordig. Hè. We moeten bijna op dezelfde dag moet het al geleverd worden. Dat zie je ook allemaal zien op de beurs hier. Dan hebben we onze orderpix stations. Ook een verlengstuk bij het order verzamelen. Laten we hier zien hoe snel je eigenlijk order kan verzamelen. En dan worden hier tests gedaan met mensen die eigenlijk nog nooit dat hebben gedaan. Die kunnen dan hier een test laten doen. Die gewoon makkelijk op akkefietjes 800 pix per uur kunnen doen zonder enig probleem. Eén belangrijk product van Schaefer is kunststofbakken. Daar zijn we, ik wil niet zeggen heer en meester in, maar het assortiment wat we daarin bieden inmiddels, dat is zo gigantisch gegroeid. Dan kan het niet zijn dat er iemand bij ons komt waar we geen kunststofbak meer voor hebben. Ik denk dat onze kracht is alles uit één hand. Dat is echt onze kracht. Daar zijn we eigenlijk uniek in. Wij kunnen alles leveren zonder zeg maar, van tevoren al te bedenken dat hebben we wel of dat hebben we niet. We hebben gewoon alles in ons programma en dat maakt ons denk ik sterk. Bij Toyota kunt u auto's bouwen. Geen echte natuurlijk, maar wel zo lean mogelijk. Wat is de filosofie achter dit spel dat dagelijks enkele keren wordt gespeeld? Lean, goedemorgen Mark en Theo in dit geval. Lean betekent voor ons als grondlegger van de TPS-filosofie dat we graag de aandacht willen vestigen op onze kennis die wij hier hebben. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Eén, door mensen eigenlijk spontaan het lean-principe te laten ontdekken. Waarbij je eigenlijk spelenderwijs leert van er komt meer bij kijken dan. En om vervolgens in het TPS-spel in ons theater mensen in het groot mee te nemen en inspiratie te bieden. Hoe je in allerlei spelvormen ontdekt hoe je lean kunt toepassen in je operatie. De dealer doet het redelijk, maar de fabriek wat minder. Want hij kan alleen maar de verkeerde kleur leveren de hele tijd. Te veel van een bepaalde kleur. Nou, ik werk mijn lijstje af. Dit is wat ik als order heb binnengekregen. Dus dan, fout ligt ergens anders. Ik denk het wel, want ja... Ik hoef niet te communiceren, dus dan is dat goed. TPS staat voor Toyota Productiesysteem. Alleen eigenlijk, zoals wij het in Nederland hebben geïmplementeerd, hebben we het veel liever over het Thinking People System. En als je dat dan weer terugkoppelt op Lean, dan wil je dingen gewoon slimmer doen. Dingen efficiënter doen. En wat is daar de kern in? Dat de mensen, waar we later deze week het over hebben, centraal staan. En dat gaan we stap voor stap ervaren bij het spel en in het grote spel. Stukken beter. Kijk maar, prachtig resultaat. Eén autootje te laat, maar voor de rest starten en rijden. Dus, was het nou zinvol om hier aan mee te doen? Zeker, zeker weten. Hartstikke leuk. Ja, interessant. Ja. Bij A-Safe staat een neushoorn op de stand. Waarom eigenlijk? Ja, wat denk je zelf? Een neushoorn similair aan een heftruck. Het is zwaar en lomp en gevaarlijk. En we dachten iets van, ja, laten we toch iets anders doen dan een heftruck neerzetten. En die associatie wordt snel gemaakt dan met onze aanrijbeveiligingen. Die machines beveiligen, producten beveiligen. Maar ook, en dat is wel een van de dingen waar we hier ook voor staan, is veiligheid voor de voetgangers ook. Dankzij de extra veiligheid blijven zowel bezoekers als de crew van A-Safe veilig. U dus ook, als u de beurs bezoekt. Dat kan vandaag van 10 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Tot ziens op Logistica. Het Logistiek Totaal videojournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Nedcon, Unicarriers, Safwa en SSI Schaefer.